Mooi. Zoals altijd proberen we als eerste in Nederland de nieuwste ziekencontrolemodellen in huis te hebben en er mooie unboxing bij te maken. Nou, in deze video dus de lange unboxing, waarin ik natuurlijk bekijk wat er allemaal bijgeleverd wordt, hoe je hem gaat bedienen met de reguliere, dus deze afstandsbediening, en wat nou eigenlijk het verschil is als je met de app aan de slag gaat op de telefoon. Wat kan wel en wat kan niet, zodat jij een heel goed beeld krijgt hoe die werkt, hoe je hem bedient, wat werkt wel goed, wat werkt misschien ook wel minder goed. En deze vergelijking. Maar wat ik al zeg, eerst maar eens een erbij pakken, eruit halen. Wat goed is om te weten, de hele iedere modellen die je had, die werden compleet geleverd met afstandsbediening. Hier heb je puur de trekker zelf. Dus nog even voorzichtig openmaken zo. En de doos zit puur de trekker zelf, want je kunt dus nu ervoor kiezen om alleen maar met de app te gaan bedienen. En dan hier kraak vast zie ik al, maar dat hebben we. Dat is aan de kant. En dat is echt een jukkel van de trekker wat dat betreft. Hij is ook zwaar, moet ik zeggen. Maar ik voel eens zo zwaar als dat nu toe de Bluetooth modellen ken. Maar goed, in het echt is het natuurlijk ook een van de grootste modellen die op de markt zijn. Dat weet je. Dus die even aan de kant. En wat bedoel ik met in het echt? Nou, in Nederland draait het ook niet zo heel veel rond trouwens. Je ziet natuurlijk wel eens een keer op video's dat ze of bijvoorbeeld met hout snipperen zijn. Ze hebben enorm veel achterkastvermogen ook. Of wat je ook wel ziet, dat gaan we zo meteen doen als de cabine achter tevoren staat. Dat je bijvoorbeeld met die grote boerderijen de mais achteruit of in dat geval vooruit de kuil op kunt duwen. Dat is even een idee wat er allemaal kan. Nou, hij heeft dus volgens het boekje, bijgeleverd, diverse besturingsmogelijkheden. Is het echt? Ja. Compleet boekwerk bij wat dat betreft. Complete verschillende besturingsmogelijkheden die we dus ook gaan noemen. Laten we eens voor de batterijen zorgen. Nou, ik heb me daar al eventjes in verdiept, de batterijen. En dat vond ik toch wel wat apart. Even kijken. Want die zitten dus in de neus. En waar je op enorm op moet letten, is de cabine. De cabine kan draaien. Maar ja, als je met de cabine optilt, dan lijkt me dat eigenlijk geen goed plan. Dus dat zou ik eventjes niet doen. Ik zou niet te veel in de cabine vasthouden en even zij leggen. Want hier zitten dus de batterijen in. Nou, we hebben een schroevendraaier nodig. En als we hem even zo leggen, zie je dat dus hier een schroefje zit. Dus even een kleine schroevendraaier erbij. Ik leg hem bewust op zijn zijkant op papier. Dat je de boel niet beschadigt. Net zo handig. Dan draai ik hem eens hier los. Het schroefje kan er niet uitvallen. Dat is mij opgevallen. Het is zo de ringen dat hij hem vasthoudt. Daarna kantel hem. Dan pak ik hem er zo uit. Nu zie je dus dat ik hier met mijn motorkap compleet af heb. Hier dus is de ene kant waar de batterijen contact maken. En hier dus een andere kant waar de batterijen ook eens een keer contact maken. Dan is het even kijken. Dan leg ik hem er zo in. Dat is er één. Er zijn drie AA batterijen trouwens in. Dat is goed om te noemen. En ik zou hem wel oplaadbaar pakken. Want anders ben je er echt zo drinken. Ja, gereden wat dat betreft. Ja. Je gaat echt veel meters maken. Probeer oplaadbaar te pakken. Ja, echt serieus voor vermogen als het even kan. Zeg 2.500, 3.000 mA. Dan kun je tenminste echt meters maken, noem ik het maar. Dat schiet tenminste op. Wat is even goed is om te weten. Ik heb nu de batterij erin zitten. Maar wat je dus meemaakt is het een veertje om die batterij ter plek te houden. En ja, dat is een beetje merkwaardig wel. Wil je hem dus goed die schroef kunnen vastzetten, moet je dus het hele blok terugduwen. En de schroef eruit. Twee handelingen tegelijk doen. Want anders zie je dus dat die in de voorkant kun je de schroef niet aandraaien. Dus dit is wel eventjes stoeien. Ik leg mijn hand er nu dus bovenop. Op zijn zijkant. Met mijn duim druk ik hem terug. Goed terug. En dan pas kan ik hem hier gaan aandraaien. Want anders loopt de schroef er echt langs. Dan heb je net niks. Dus dat is even stoeien. En ik draai hem er volledig in. En ik zet hem weer rechtop. Nou, dan zet ik hier aan de zijkant de uitknop. Dan hoor ik hem geluid maken, zie de lampjes knipperen. Dat betekent dus dat we hem nu aangezet hebben. Door middel van deze knop hier aan de zijkant. Dat is die. Dat is dus even hoe de batterij erin gaan. Kijken we nog wat verdere details. Natuurlijk kennen we het een beetje. De spiegels kunnen we stellen. Beetje zo naar buiten neer. Om een mooi compleet beeld te krijgen. Wat zien we nog meer, wat goed is om te noemen?
aan de voorkant zit dus een frontgewicht. Je ziet, ik hem even zo pakken, even mijn hand weg. Met hier een schuifje. Kun je naar achter halen. Het kan zijn dat ik hem vastklikken dus. Het schuifje naar achter halen. Dan kan ik op zo'n manier het losse frontgewicht eraf pakken. En dan wordt er dus ook gewoon een hefje bijgeleverd. Ook weer hetzelfde idee. Druk je ze naar achteren toe en ik klik ze eigen vast met dit systeem. Waardoor je dus in één keer hier aan de voorkant een frontref hebt. Klik stellen. En als je op een gegeven moment de machine in de neus wil meenemen, dan kan dat ook eens een keer. Ik moet zeggen, je ziet het niet zo heel gek veel. Waarom? Ja, je kan de cabine ronddraaien. Dus heb je bijvoorbeeld je schuif, wat ik net al zei. En je kunt net zo goed achterin hangen in plaats van voorin. Dus dat is eventjes wat er mogelijk is om zo te gaan wisselen. Dat zie je nog meer in dit model. Dat hij best wel veel lampjes heeft. Dus dat gaan we zo direct elkaar zetten. En hier aan de zijkant, dat is wat dat is de uitlaat. En hier achter dus de hef met het motortje binnenin. Hier de bediening erop. Steintje naar achteren toe. Want dit is ook gewoon een beweegbaar achterhef. Wat ik al zeg, hij is zwaar. Want hij is voorzien van twee stuurmotoren. Hij kan dus voor en achter sturen. En er zitten twee aandrijfmotoren in. Dus wat dat betreft, daardoor heeft hij dus een hoog gewicht. En de bodemvrijheid die is niet heel gek veel. Dat zie ik hier ook al wel. Dus het is niet zo dat je heel makkelijk over een stapel maïskorrels kunt rijden. Ik denk dat dat wel tegenvalt qua bodemvrijheid in ieder geval. Wat gewicht heeft hij? Dus trekken zal hij wel. Dat is even dus de eerste kennismaking met de buitenkant, het gewicht en wat je er zo mee kunt. Je hebt gezien hoe de batterij erin zit, heb je daar in ieder geval ook een goed beeld bij.